Hey, ik ben Hide en in deze vlog ga ik laten zien hoe je een kalender kan maken. Je hebt een nodig, een pen, een echte kalender, wat lijm en een liniaal en wat papiertjes. Ik heb al wat lijntjes getrokken, alleen ik moet er nog wat lijntjes trekken. Dat ga ik nou even doen. Je moet als eerste altijd de maand boven het papiertje zetten. Dan weet je ook. Oh, het is april of augustus. Ik ga nou even de video op stop zetten. Dat moeten jullie dan ook even doen als je streepjes wil maken. Dan zet ik nou even de video op stop. Stop. Tot strakjes. Daar ben ik weer. Nou, ik heb de lijntjes weer getrokken. Kijk maar. En dan moet je weer vakjes maken. Met de liniaal. Dat ga ik even doen. Maar eerst ga ik even laten zien hoe je dat moet doen. Je pakt de liniaal en zet streepjes naar boven. Kijk maar. En dan heb je vakjes. Kijk maar hier. Nou ga ik de video op stop zetten, zodat jij ook de video... Dan kan jij ook even die vakjes maken. Nou, tot zo. Ja, daar ben ik weer. Nou heb ik allemaal vakjes getekend. En ik heb een trucje hoe je een maand met 30 dagen hebt en 31 dagen. Nou, je doet je vuist zo. En het begint met 31, daar is dit bommetje voor, 30, ga je weer naar beneden, 31, 30, 31, 30, 31, maar hier tussen zit allebei een naar beneden en dan die twee maanden. Die zijn allebei 30. Nou, dan heb je weer 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31. Nou, ik heb de vakjes gemaakt. Dan moet je allemaal cijfertjes in het vakje tekenen. Je begint bij 1, je gaat naar 2... 3, 4, 5. En zo ga je steeds verder. Ik ga weer de video op stop zetten. En dan kan jij ook de video op stop zetten. En dan kan je die cijfertjes erin tekenen. Nou, tot straks. Hey, daar ben ik weer. Ja, ik heb nog een andere maand gemaakt. En dat is de maand maart. Kijk. Maart. En op 7 maart is mijn vader jarig. Zal ik even laten zien. Kijk maar. En je kan ook nog in andere vakjes ook allemaal dingetjes schrijven. En dit was weer de vlog van Hidde. Doei!